Wanneer kun je een verdachte met geheugenverlies geloven? Dit is de Universiteit van Nederland. Uh, er zijn mensen die een heel afschuwelijk delict hebben gepleegd en die zeggen van nou ja, ik moet het wel gedaan hebben, want er is allerlei bewijs tegen mijn vingerafdrukken, DNA, noem maar op. Maar die zeggen ook van, ik kan me alleen niet herinneren. Ik heb daar geen herinneringen aan. En een goed voorbeeld is de Duitse oorlogsmisdadiger Rudolf Hess. Rudolf Hess was de plaatsvervanger van Adolf Hitler voor de Tweede Wereldoorlog. Voor de Tweede Wereldoorlog. En die Hess, die, ja, die moest na de Tweede Wereldoorlog moest terecht staan, die had hele afschuwelijke dingen gedaan. Nou, hij stond daar terecht en toen gebeurde iets heel vreemds. Opeens zei hij tegen de rechters van, het is heel raar, maar ik kan me eigenlijk helemaal niks meer van mijn natieverleden herinneren. Nou, dat is toch wel raar, toch? Wat denkt u? Is het mogelijk, en dat ging om een periode van acht jaar, is het mogelijk dat je plotseling een gat in je geheugen hebt van acht jaar? Als je denkt van, het kan, steek dan je hand op. Als je denkt, dat kan niet, dan hand niet opsteken. Nou, ik zie toch nog wel heel wat mensen die hun hand opsteken. Dus ja, het zou best wel eens kunnen. En dat dachten die rechters, die dachten dat ook uh, in dat, van dat tribunaal. Die dachten van, nou ja, wij zijn geen psychiaters, wij zijn geen psychologen, wij zijn geen artsen, wij zijn maar juristen. We weten het niet zo goed. Maar weet je wat we doen? We halen de beste experts uit Amerika, die halen we naar, naar, naar Duitsland toe. En die moeten dan maar met Hess praten. En dan moeten ze kijken of hij nou echt geheugenverlies heeft. En die, echte, en die experts, die top-experts, die helemaal uit Amerika naar Duitsland kwamen, die zeiden van, ja... Die kan zich echt niks meer herinneren van zijn hele natieperiode. Goed, hij moest toch terecht staan, hè, want hij had hele afschuwelijke dingen gedaan. Dus hij moest terecht staan. Uh, en toen ging het toch een beetje fout voor Hess. Hess die dacht van, goh, mijn verdediging, het loopt allemaal niet zo goed, want die andere natiecopstukken, die wilden hem van alles in de schoenen toeschuiven. Het ging allemaal niet goed en die advocaat die maakte er een beetje een bende van. En dit is wat Hess toen zei. Kijkt u met me mee. Ab nunmehr staat mijn Gedächtnis ook naar außen hin wieder zur Verfügung. Hij had dus alles over zijn geheugenvlies gejokt. Een andere uh, dader die geheugenvlies claimde, is de moordenaar van Robert Kennedy. Dus niet John F. Kennedy, maar de broer van John F. Robert Kennedy. Robert Kennedy wilde op een gegeven moment ook president van de, Amerika van de Verenigde Staten worden. En net als uh, arme John F. K. werd hij ook doodgeschoten. En dit keer werd hij, deze man werd doodgeschoten door een Palestijnse man genaamd Sirhan Sirhan. En die Sirhan die moest zich natuurlijk, ja die werd natuurlijk gehoord door de politie. Want als je de, de bijna president van de Verenigde Staten doodschiet, ja, dan word je natuurlijk wel flink door de politie verhoord. En dit is wat Sirhan Sirhan zei. Let u op. Ik don't remember much what, what happened. After that. You don't remember. I don't remember. Do you remember anything? other than the choking and, uh, and the commotion I don't remember that Net een beetje als Hess hè van uh, kan me niet herinneren. Uh, nou dit verhaal is net iets anders dan Hess hè want hij zei van nou ik kan me alleen niet ik kan me heel ik kan me bijna alles herinneren. Ik kan alleen de moord op Robert Kennedy niet herinneren dat ik dat gedaan heb. Wat denkt u? Is dat mogelijk? Dat je een heel kort, uh, hele korte periode van geheugenverlies hebt. waarin je iemand hebt doodgeschoten? Kan dat? Wat denken jullie? Ja, ik zie daar toch mensen hun handen opsteken. Ja, u denkt allemaal dat het kan. Oké. Okay. Uh. De waarheid is toch iets anders. Ook deze man had gejokt over zijn geheugenvlies. Die had in zijn dagboek had hij geschreven, ik haat Robert Kennedy zoveel. Ik wil hem op die en die dag doodmaken. En dat deed hij ook. Op die, precies die dag had hij hem doodgemaakt. En later heeft hij ook toegegeven dat hij zich de moord op Robert, Robert Kennedy nog heel erg goed kon herinneren. Waarom doen die dames dan? Waarom deden Hess, waarom deden Serhan dat? Waarom deden ze het nou eigenlijk? Nou, dat doe je natuurlijk niet voor niks. Hè? Nee, daar vallen voordelen mee te behalen. En waarom dan? Welke voordelen kun je, kun je daarmee behalen als je een dader bent? Nou, je kunt natuurlijk als je iets gedaan hebt, iets afschuwelijks hebt gedaan, en je wordt verhoord door de politie, kun je zeggen van, zwijgerecht. Ik praat hier niet over, zwijgerecht. Dat, is mijn, hè? dat doen heel veel daders tegenwoordig. Nou, dat zegt de advocaat, van, je, moet, je moet zeggen dat je, dat je beroept op je zwijgerecht. Maar dat is niet zo'n hele strimme, slimme strategie. Want dan weet de politie van, nou, die man of die vrouw, uh, die heeft wat te verbergen. Dus we gaan door met rechercheren. We gaan door tot de waarheid naar boven komt. Als je nou zegt: van, Nou ja, ik kan me gewoon niet herinneren, uh, niks, niet, niet, niet herinneren dat ik dat heb gedaan. dan zal de politie denken: van, Ja, zou het kunnen. Nou, we laten we nog één keer verhoren. en als hij dan niks zegt, dan stoppen we er maar mee. Hè, dus dat is een voordeel. Hè? Dus dat, dat, dat is een duidelijk voordeel. Uh, een ander voordeel, wat er een beetje mee te maken heeft, is dat als je nou een, een ernstig delict hebt gepleegd, als je nou zegt, ik kan me niet herinneren, dan, dan lijkt het alsof je het in, impul, in een impuls hebt gedaan. Hè? Alsof je, alsof je het niet over na hebt gedacht, je hebt het eigenlijk in een impuls gedaan. En, 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 je, en het lijkt ook een beetje alsof je tijdelijk vatbaar bent geweest. Nou, geloof het of niet, er zijn in Nederland twee mensen, tenminste twee mensen, uh, uh, vrijgekomen of vrijgesproken. Dat waren daders die af, een afschuwelijk delict hadden gepleegd en die zeiden, ik kan me niet herinneren. En toen waren de experts, die zeiden van... ja, hij kan zich niet herinneren. Dat klopt wel, want die was tijdelijk ontoeregens vatbaar. Uh, en meneer de rechter, of mevrouw de rechter... Uh, u moet deze persoon vrij spreken. En dat gebeurde in twee zaken. Dus mensen, twee mensen zijn daarmee weggekomen. Gewoon door maar te zeggen, ik kan me niet herinneren. Dus dat is een duidelijk voordeel wat je ermee kunt halen. Hè. Dus je kunt duidelijk zeggen, dit is een duidelijk voorbeeld... Als je, hè, door te zeggen, van, nou, ik kan me niet herinneren. Maar er is nog een heel ander voor, voor, uh, voordeel wat je kunt, kunt, uh, kunt behalen. En dat andere voordeel voor... Uh, voor Deel is als je nou iets heel ergs hebt gedaan. Uh, seks met kinderen. Hala Robert M. Hè? Dat is nog een beetje het ergste wat je kunt doen. Lijkt mij althans. Uh, als je dat hebt gedaan, nou, dan schaam je je daarvoor. Hè? Want seks met kinderen, nou, oef, dat is toch eigenlijk, dat is eigenlijk best erg, toch? Of niet? Uh, als je dat hebt gedaan en je wordt verhoord door de politie, ja, dan kun je zeggen van ik kan me niet herinneren. En dan hoef je niet over die afschuwelijke dingen die je met die arme kindertjes hebt gedaan te praten. Hè? Dus, dus ja. Dat kun je doen, dat kun je gebruiken. En ik ken één geval waarbij een man die had een vrouw beroofd en verkracht. En die man die sprak bij de politie ronduit over de beroving. Maar hij zei over de verkrachting, nee daar kan ik me niks over van herinneren. Nee, dat, nee, nee, dat kan ik niet. Goed. Nou denkt u van, ja dat komt bijna nooit voor, die mensen die, dat, die zeggen van ik kan me niet herinneren. Nou. Het komt best veel voor. In Engeland is daar systematisch onderzoek naar gedaan en 25% van alle moordenaars zegt van kan me niet herinneren. Hier in Nederland weten we het niet precies, want er is niet echt systematisch onderzoek naar gedaan. Maar we hebben zo'n database genaamd rechtspraak.nl en daar staan heel veel rechtelijke uitspraken in. En als je daar naartoe gaat zie je ook heel veel daders met geheugenverlies. Dus ook in Nederland komt het op enige schaal of op grote schaal voor. Maar kan het dan echt niet? Kun je nou echt niet een moord plegen? En daar geen herinnering aan hebben. Nou, het kan toch wel, maar het kan alleen in een heel speciaal geval. Diep in het brein ligt een hersenstructuur genaamd de hippocampus. En die hippocampus die zorgt ervoor dat informatie van het korte termijn geheugen naar het lange termijn geheugen gaat. He, dus die zorgt ervoor dat informatie in het lange termijn geheugen terechtkomt. Nou. Als je nou een tijdelijke verstoring hebt van die hippocampus, dan kan het zo zijn dat die informatie niet van het korte termijn naar het lange termijn geheugen gaat. En wanneer is dat het geval? Nou, als je heel veel drinkt, maar dan moet je wel heel veel drinken. Dus niet één biertje, twee biertjes of drie wijn. Nee, echt stevig drinken. Je kunt ook um, um, GHB nemen. Het GHB, dat verstoort ook die hippocampus. Dan kun je ook geheugenverlies krijgen. Of slaappillen. Op bepaalde slaapmiddelen, als je die neemt, kun je ook geheugenvlies door krijgen. Ik ben zelf getuigdeskundig geweest in één zaak. Dat was een vrouw die had een afschuwelijk delict gepleegd. Die kon zich daar niks van herinneren, maar die had slaapmiddelen genomen. Die slaapmiddelen die hadden haar hippocampus uh, tijdelijk verstoord en daardoor kon ze niet herinneren. Ze kreeg trouwens wel een behoorlijke straf, maar dat kwam omdat ze een afschuwelijk delict had gepleegd. Nou zijn er uh, daders die zeggen van ja, weet je wat het geval is? Ik uh, was zo kwaad. Ik, ben, ik was gigantisch kwaad. En ja, toen, ben ik, toen ging eigenlijk bij mij het licht uit. Ik, ik trad buiten mezelf, het licht ging uit. Um, en daardoor kan ik me niet herinneren. Er zijn heel veel mensen die dat zeggen, of heel veel mensen, heel veel daders die dat zeggen. Um, en kan dat nou? Nou, nee, dat kan niet. Want als je heel erg kwaad wordt, dan komen er allerlei hormonen in je lichaam vrij. En die hormonen die zetten een hersendeel uh, in werking, genaamd de amygdala. Dat is een kern die ligt naast de hippocampus. En die amygdala die zet die hippocampus weer aan het werk. Die hippocampus gaat extra hard werken en daardoor worden, als je heel erg kwaad bent of heel geëmotioneerd bent, dat soort gebeurtenissen herinner je veel beter dan neutrale gebeurtenissen. Dus dat is iets wat, wat, wat dus het kan gewoon niet. Hè? Door, 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 als je heel kwaad bent, daar kun je geen geheugenvlies van krijgen. En wat ook heel opvallend is aan die daders met geheugenvlies, is als je nou kijkt naar de slachtoffers. De slachtoffers van geheugenverlies. Er he, dus zijn heel veel daders die zeggen van: Ik kan me niet herinneren. Maar als ik naar de slachtoffers kijk, die zeggen van: Nou ja, uh, ik kan me het eigenlijk heel goed herinneren. Ik weet nog precies wat die, die dader zegt kan, dat hij niet kan herinneren, maar ik kan alles herinneren. En luistert u naar dit filmpje? Dus kijkt u naar dit filmpje? Ik werd vastgebonden. En met alle vallen van in slagen en schoppen. Maar Theo was voor het werken. En die hoorde dat niet. En toen zei ze naar voren, toen was ik zo bang dat er hier iets zou gebeuren. Zeiden ze nog iets tegen u? Nee, niks. Goed hè, dus, uh, nou goed, het is niet goed voor die man, maar het is, het laat zien dat slachtoffers, de meeste slachtoffers, die kunnen het heel goed herinneren. Dus dan is het heel vreemd dat daders het niet kunnen herinneren. Nou, uh, zijn er uh, rechtspsychologen? forensisch neuropsycholoog, mensen zoals ik, die hebben zoiets van, ja, hoe kunnen we nou, hè? er zijn wat mensen die het echt hebben en er zijn mensen die, heel veel mensen die erover jokken, over dat geheugenvlies, heel veel daders die erover jokken. Hoe kun je nou het kaf van het koren scheiden? Hoe kun je nou nagen of je te maken hebt met echt geheugenvlies of met een jokkenbrok, met een bedrieger? Nou, daar hebben we tests voor ontwikkeld en één test is de Sims. En die Sims, die gaat, die, het, het, het idee achter die Sims is dat als je nou een dader bent, die geheugenvlies simuleert of fijnst, dan weet je niet hoe het is om een echte patiënt te zijn. Je weet ongeveer, nou ja, het gaat om het geheugen, dus blabla. Uh, maar je weet niet hoe het is om, om echt geheugenvlies te hebben. Die sims die bestaat uit allerlei, uh, is een met allerlei hele bizarre, atypische symptomen. Bijvoorbeeld, de belangrijkste mensen, de belangrijkste gebeurtenissen in mijn leven, die waren plotseling weg. Nou zal een bedrieger, die zal zeggen, een bedrieger die geheugenverlies uh, fake, die zal zeggen, nou, het gaat over het geheugen, hier moet ik ja tegen zeggen. Maar mensen met echt geheugenverlies, die zullen dit nooit zeggen. Zelfs mensen die, dit is, als je Alzheimer's, de ziekte van Alzheimer hebt, dit is het laatste wat je, wat je kwijtraakt. De belangrijkste gebeurtenissen uit je leven, de belangrijkste mensen die, die je hebt gekend, is dus het laatste wat verdwijnt voordat je. Voordat je, ja, voordat je in de laatste fase van Alzheimer zit. Maar dat weten die simulanten niet, dat dit een heel onwaarschijnlijk symptoom is, dus die zeggen daar ja tegen. En als je, te veel tegen, als je van dat, dat soort symptomen, als je daar te vaak ja tegen zegt, ja, dan weten we dat je een simulant bent, dat je geheugenverlies fijnst. Er is nog een andere test die je kunt gebruiken en die gaat uit van, van, het, van het volgende. Wat je dan kunt doen is, je haalt een heel aantal uh, feiten uit het politiedossier en die giet je in een twee keuze vormend vraag. En daar zit telkens het goede antwoord in en een foute antwoord in. En um, stel je voor: er is een bank overvallen. en uh, de dader, of de verdachte die zegt van, nou ik kan me niet herinneren. Stel dat die bank is overvallen uh, met iemand met een pruik. En dat de dader 50.000 euro heeft buitengemaakt. en uh, dat die is weggevlucht met een witte Toyota. Nou dan kun je daar vragen over stellen: van uh, wat droeg de dader? Een baseballpetje of een pruik? De daders zal denken van de, 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 de simulant. De, als je geheugenvlies simuleert, dan zul je denken: ik moet het foute antwoord geven. Weet je wat? Ik zeg petje. De vraag: van uh, hoeveel geld ze er gemaakt? Het goede antwoord is, is 50.000, het fout is 10.000. Ik geef het foute antwoord. Hè? Want je wil die psycholoog die tegenover je zit, die wil je laten zien dat je geheugenvlies hebt. Uh, de vluchtauto, dat was een Toyota. Maar je zegt dat het een Volkswagen was. Nou, als je te veel foute antwoorden geeft, ja, dan is het statistisch gezien niet meer mogelijk. Dan presteer je onder kansniveau. He? Als je 50 vragen stelt over de LIC, 50 twee keuzevragen, zit telkens het goede, het fout rond. Antwoord bij. Als je nou vijf goede antwoorden hebt, ja, dat kan niet. Hè? Je zit normaal gesproken, 50 vragen heb je, onge... je moet gokken, 25 antwoorden goed, 25 antwoorden fout. Maar als je nou vijf of minder hebt, ja, de enige manier om dat te bereiken, is dat je weet hoe het is gegaan, maar je geeft expres fouten antwoorden. Waarom is dit nou interessant? Of waarom vind ik dit interessant? Nou, het, het, laat iets zien, het laat iets zien over de daders, hoe de meeste daders in elkaar zitten. Die daders, als je terecht staat en geeft ze ongelijk, die doen alles om een zo laag mogelijke straf te krijgen. En daarin kunnen ze heel inventief zijn. Maar er zitten ook heel veel daders bij. Uh, ik ben één keer gebeld door de politie en die zeiden van, Goh, we hebben hier een dader. Die kan zich niet herinneren van Blikt. En die zegt dat hij drie weken geleden, nee sorry, een week geleden uh, twee biertjes heeft gedrongen. En daarom heeft hij nu geheugenvlies. Ja, dat is onzin hè, die twee biertjes die zijn na een paar uur verdwenen. Dus er zitten ook heel veel suff daders bij. Maar ze kunnen ook heel inventief zijn. Heel veel mensen, heel veel daders die zeggen van, ik kan me niet meer herinneren. Dat zijn fijnsters. Maar er zitten ook mensen tussen die echt geheugenverlies hebben. Nou, stel je nou voor, u in het publiek, u begaat uh, over een tijdje of misschien morgen al een ernstig delict. Wat gaat u dan doen? Gaat u dan geheugenverlies peinsen? U weet nu wat de voordelen zijn. Ik zou het niet doen, want wij rechtspsychologen hebben goede methoden om u te ontmaskeren als bedrieger.